Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde eind vorige week een tussenevaluatie over de agrarische sector aangaande gewasbescherming en biodiversiteit. Een behoorlijk negatieve insteek van het nieuws volgde. Volgens LTO Nederland geheel onterecht, want er zijn juist heel veel positieve dingen gaan in de agrarische sector. Om daar nu eens op verder op in te gaan, heb ik Joris Baken aan tafel zitten. Welkom. Jij bent de portefeuillehouder gewasbescherming bij LTO Nederland. Gezonde planten. Gezonde planten. Om gelijk maar even de koe bij de horens te vatten. Het PBL heeft gekozen, misschien wel bewust, voor een behoorlijk negatieve insteek van de cijfers. In ieder geval het negatieve nieuws overheerst. Dan gaan we kijken dan naar de normoverschrijding van gewasbeschermingsmiddelen die in de sector plaatsvindt. Maar volgens jullie is dat een beetje een onjuiste of een niet volledige interpretatie van de cijfers. Klopt dat? Ja, wij vinden dat ook jammer dat het PBL voor die toon kiest. Want als je kijkt wat er nu daadwerkelijk bereikt is al tussentijds, dan moeten we concluderen dat de sector juist op koers ligt wat betreft de tussendoelen van 2018. En om daar verder in nog te gaan, is het wel belangrijk dat die prestaties erkend worden, zodat we ook de motivatie erin houden om die koers vast te blijven houden. Ja, want het rapport wordt wel genoemd, ook spreekt over 2018, terwijl dat de cijfers echt aangaan de normoverschrijding, maar tot en met 2017 zijn en die trend toch eigenlijk wel positief is. Ja, nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld de data van de normoverschrijdingen, dan richten we ons op de tussendoelen van 2018. Maar de cijfers die zijn nog maar bekend, de metingen die zijn alleen maar bekend tot en met 2017. Maar al in 2017, als het gaat om de normoverschrijdingen, dan is de reductie daarvan al heel dicht bij het tussendoel van 2018. Dus wij vinden een conclusie dat de sector eigenlijk op koers ligt met het richting die tussendoelen. Vinden we een betere conclusie als hoe het PBL het gepresenteerd heeft. En jullie hebben goede hoop of aanwijzing dat ook voor 2018 de cijfers eigenlijk nog positiever zijn. Kun je daar al iets over zeggen? Nou ja, goed. Er is een heel net met allemaal meetpunten. En die cijfers die moeten nog bekend worden voordat we die conclusies kunnen trekken. Als we de ontwikkelingen zien en met name ook het resultaat van 2017, dan denken we aan de land- en tuinbouw en de inzet van boeren en tuinders zal het in ieder geval niet liggen. Het PBO kijkt niet alleen naar de normoverschrijding van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater, maar ook naar de knelpunten die er zijn bij gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij zeggen ze eigenlijk dat ze niet voldoende data hebben om daar een uitspraak over te doen, maar volgens jullie is die conclusie eigenlijk niet juist, toch? Nee, want de NVWA, de Nederlandse Voedselwarenautoriteit, heeft in 2017 een rapport gepubliceerd waarin dus iets zeggen over de knelpunten, gewasbeschermingsmiddelen knelpunten. En die zijn toegenomen over de periode van 2009 tot 2016 met 19%. En die gewasbeschermingsmiddelen knelpunten, die geven ook wel aan de moeilijkheden die telers kunnen hebben als het gaat om geïntegreerde gewasbescherming. Dus dat heeft met elkaar verband. En het is bijzonder dat dat door het PBL, dat rapport van de NVWA, niet gebruikt is. Zou dat bewust gedaan zijn? Hoe ze dat zo naar buiten hebben gebracht? Of waarom is dat? Ja, dat moeten we natuurlijk aan het PBL vragen. Wij vinden het in ieder geval niet de juiste weergave van hoe de feiten er liggen. En nogmaals, de sector zou eigenlijk complimenten moeten krijgen voor de koers waarop we liggen. En dat is ook een echte stimulans om weer verder te gaan. Ja. En dat is deze conclusie van het PBL niet. Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt qua complimenten ziet naar de residuen die gevonden worden, dan zie je daar duidelijk wel een afname wat zeer positief is voor de sector. Die blijft eigenlijk geheel onderbelicht, of in ieder geval voor een groot gedeelte. Ja, nou ja, dat is dus ook jammer. De positieve punten die uit dit rapport gehaald zouden kunnen worden, ook in die PBL in haar persberichten beter zou kunnen benoemen, is het feit dat het voedsel, de groenten en fruit, veiliger zijn geworden. Ja. Minder residuen. Dus we zijn weer vooruit als het gaat om de voedselveiligheid en de kwaliteit. Ja. Nou, dat is iets dat wat ons betreft al op alle voorpagina's had moeten staan. Ja, precies. Ja.
En nu zei je een stukje over de knelpunten. Daar wil het PBL eigenlijk geen uitspraken over doen vanwege gebrekkige data. Op het gebied van biodiversiteit doen ze dat juist wel. Terwijl dat daar weinig data van beschikbaar is. En toch hangen ze er een conclusie aan vast. Ja, nou dat is dus ook weer iets dat bijzonder is in de keuze. We zien dat bijvoorbeeld de akkerbouw, die is om juist meer te kunnen zeggen over biodiversiteit en de voortgang daarin, bezig met het opstellen van een biodiversiteitsmonitor. Juist omdat het zo complex in elkaar zit en veel aspecten kent, biodiversiteit, bodembiodiversiteit, bovengrondse biodiversiteit, om er maar al een paar te noemen. En PBL kijkt alleen naar akkerranden. En het PBL die baseert haar conclusies dat het niet zo opschiet ten aanzien van biodiversiteit alleen op het areaal akkerranden. Ja. Nou ja, dat is wat ons betreft een conclusie die ze niet hadden mogen maken. Ja, nou ja, er valt behoorlijk dus inderdaad wat op aan te merken op het gebied interpretatie van data, maar ook de cijfers aangaande door normoverschrijding, hoe ze dat hebben geïnterpreteerd en de gehele berichtgeving. Totaal niets positief voor de sector en negatief nieuws scoort. Kwam in de algemene media ook duidelijk naar voren. LTO was er zeer rap bij met een reactie of was er misschien zelfs al voor. Maar ja, die valt dan eigenlijk weer een beetje weg helaas daarin. Gaan jullie nu nog stappen ondernemen of een rectificatie eisen bij het PBL? Wat zijn jullie van plan? Nou ja, helaas zien we dat vaker, hè, dat alarmerende berichten makkelijker de voorpagina's bereiken. Wij zijn, net als onze leden, verontwaardigd over toch de keuzes die gemaakt worden in de conclusies. En wij vinden dat dat geen recht doet aan de prestaties die boeren en tuinders geleverd hebben. Dus wij hebben dat kenbaar gemaakt richting het PBL. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat de politiek die vervolgens aan de slag gaat met deze publicatie, dat die ook wel onze kant van het verhaal ziet. En dat maken we ook wel zeker kenbaar. Want het mag niet zo zijn dat enerzijds de prestaties die geleverd worden, dat die niet gezien worden. En anderzijds, daar waar juist knelpunten liggen en daar waar ook de overheid een rol heeft, dat onderbelicht blijft. Want willen we uiteindelijk die doelen van 2023 gaan halen, hè, dan zullen we als sector op koers moeten blijven. Maar dan moet ook de overheid haar bijdrage aan leveren. En dat zullen wij blijven benadrukken. Oké, okay. Nou ja, laten we hopen dat in ieder geval de eindconclusie in 2023 een stuk positiever is. In ieder geval bedankt voor je toelichting en voor je komst naar de studio. Graag gedaan.